Is het nou een meeuw die daar zit? Die witte vogel? Nee, het is geen meeuw. Het is een kemphaan. Een witte kemphaan. En als je een witte kemphaan ziet, dan weet je dat het een mannetje is. Maar het is geen dominant mannetje. Want die staan om hem heen. Die wat donkerder exemplaren. Soms zelfs zwart. Kemphanen organiseren toernooien. Zijn ze gearriveerd in hun broedgebieden, dan bezetten de macho's, de dominante mannetjes, een zogenaamd honk. En dat gaan ze verdedigen. En dat zijn de oranje, de wat donkerder gekleurde, de gevlekte en de zwarte kemphanen. En daaromheen lopen witte kemphanen, de witte mannetjes. Die houden zich een beetje gedijst, die doen niet mee aan het geweld. Maar op het moment dat een van de vrouwtjes het toelaat, paren ze even heel snel met een van die vrouwtjes. Ongezien en heel vlug. Dus waar die macho's flink hun best moeten doen, ja, daar kijken die witte kemphanen een beetje de kat uit de boom. Ze timen goed. En wanneer het kan, paren ze. Overigens is er nog een derde mannensoort bij de kemphanen. Dat zijn de varen. Die zien eruit als vrouwtjes. En die drentelen daar ook een beetje rond. En die nemen ook hun kans waar op het moment dat het kan. En wanneer op het moment dat de vrouwtjes het toelaten. Maar gek genoeg, ze paren ook met mannetjes. Nou ja, de kemphanen dus. Het zijn net mensen. Ja, ik sta vanavond weer in de Crezeepolder. Waar ik eerder deze week op een avond deze steltlopers, deze kemphanen filmde. Maar ze staan, zoals je ziet, tussen andere steltlopers. Die flink groter zijn. Een hele lange snavel hebben. Dat zijn grutto's. En er scharrelen ook nog wat oeverlopers rond. Dus kemphaan, oeverloper en grutto. Drie steltlopers op één plek. Het is in de avond. Dus ze staan daar een beetje uit te rusten. En straks, wanneer het water is gezakt, dan gaan ze voedsel zoeken. Want dat gaat dag en nacht door.